halen. Welkom bij Rollercoaster Tycoon Classics. Dus daar zit in de Toolkit, de Wacky Worlds Expansions Pack en de Time Twisters Expansion Pack. We gaan eens kijken wat we hier dus allemaal moeten doen. Nieuw park starten, dus we gaan eerst hier beginnen en dan zo alles afspelen. Laat hem maar laden. Bouw een bloeiend pretpark diep in het bos, op een grote open plek. Jouw doel om zo minst 250 bezoekers in je park te hebben aan het eind van oktober jaar 1, met een beoordeling van een park van minstens 600. Hier is een nieuw park, hou rechtermuis op ingedrukt en sleep de beeld van de hele park. Ja, oké. Dat wist ik. Ja. Dus we gaan nu al eerste attractie bouwen. Een rustige, hè? Ja, een draaimolenke. Voilà, ça. Een blauw-witte draaimolen. Kan ik die kleuren nog aanpassen? Normaal gezien wel, ja. Ik heb liever rood met blauw. Ja, nee. Deze, ja. Een kasteleningang. Nee, 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 nee. Gewone ingang. Voilà. Dan moet ik nog een padje aanleggen. Voilà. Nu nog de wachtrij. Dan pak ik het liefst rood. Dat zie ik echt heel graag. We gaan die eens gewoon één keer hier langs achter laten lopen. Voilà. Dan kan deze eigenlijk al openen. Voilà. Dan kan ook mijn pretpark al open. Gratis. Ja, oké. Okay. Hoeveel kost dit? 1 euro, wow, dat is goedkoop, hè? 1 euro. Mijn eerste gast is er, die gaat al rechtstreeks op de draaimolen 1. Ben ik al blij om. Dan gaan we een tweede attractie bouwen, natuurlijk. Eens even kijken. Ja. We hebben al, oh nee, ik wou wel zeggen, we hebben al 2 bezoekers in ons pretpark, maar dat is nog niet waar. Dan gaan we eens een lekkere schommelsjerp hier langs bouwen. Kan ik ook mijn beeld draaien? Eens even kijken. Nee, dus. Nee, ik kan mijn beeld dus niet draaien. Jawel, hier. Ja. Zo, voilà. Dit had ik nodig. Oei, ja. Zie je het al, wat het probleem is? De wachtrij. Want die botst hier tegen, dus we moeten dit gaan sluiten, jammer genoeg. Sorry. We gaan even een afreisje doen. Oké, voilà. Dan gaan we terug bezig met de wachtrij. Hupsatrij. En dan hier gaan we een mooi rode padje maken. Voilà. Kost wel allemaal veel geld. Ik weet niet hoeveel geld ik nog heb. Dan moet ik zelfs ook nog mijn paardjes nog aanpassen. Dan eens even kijken. Ah ja, oké. Okay. Hier. Deze mag weg, deze mag weg. Ja. Dan de wachtrij. Voor de schommelschip. Voilà. Dat is al voor mijn schommelschip. Die gaan we ook al opengooien. Voilà.
Dan. Eetgelegenheden, hè? Ja. Dus, wacht. Ja, oké, okay, ja. Maar ik wil eerst wel terug wat zitbankjes zetten. Om de. Ja. Voilà. Wat vuilbakjes hier langs. Langs elke stoel. En dan gaan we ook nog de verlichting zetten. Hè. Voilà. Oké. Voilà. Ze. Dat hebben we ook al. Dus we hebben al een schommelschip. En we hebben al een draaimolen in ons park. En we zitten al met 40 bezoekers. We moeten aan ons 600 dacht ik geraken. Hè? Eens even kijken. Wat het weer al was. Minstens 250. Wow, dat gaat al de goede richting uit. Dan gaan we nog naar een andere attractie toe. Eens even kijken. Dan gaan we deze hier bouwen. Hier langs. Ja. Hier de ingang, hier de uitgang. Uitgang langs de uitgang. Dus dat is altijd perfect. Hup. En dan. We gaan deze dan zo terug doen. Ja. Voilà, dan kan hier weer al eentje open gaan. En dan kunnen we ook al beginnen aan ons eetgelegenheden. Dus we gaan hier aan deze kant gaan we eetgelegenheden maken. Dus tot het einde laat ik het doorlopen. Oké, okay, dan eetgelegenheden. Dus een suikerspin. Een hamburger tent. En drinktent. En natuurlijk gaan we hier in het midden de toiletten zetten. Voilà. Dan open. Open. En open. Voilà. Dan kunnen we hier ook nog stoeltjes zetten voor te kunnen eten. Voor de eetgelegenheden. En dan hier de vuilbakjes. Zo tweeter. En dan hier de verlichting. Voilà. Oké. Dan. Kunnen we weer verder, hè? Het gaat goed met onze bezoekersaantal. De draaimolen is momenteel hip. Jammer genoeg niet de piratenschip en jammer genoeg niet de draaimolen. Dus dan gaan we nog een attractie bijbouwen. We gaan eens een rollercoaster eens bouwen. Er zijn ook rollercoasters die zijn nagebouwd van echte pretparken. Die zitten er hier ook in. Zie je zoveel dingen. Oh, wow. Oh, dat is cool. Kostprijs 9000. Oh, die zijn duur. 11.000, 16.000, oh, 19, 18, 9000. Dan moeten we een lening aangaan, hè? De fire trap. Nee, voor deze. 9500. Ja, oké. Okay. Deze gaan we hier echt pal van achter al zetten. Of nee, kan ik die niet draaien? Zo.
Hier zo langs. Ja. Dan kan ik daar nog attracties bouwen. Kan ik hier nog wat attracties bouwen. Nu moet ik nog zien waar de ingang is en de uitgang. Oké. Die moet ik zien te verbinden. En dan kan ik daar wel een promotie rond maken. Als deze heel graag vol is, dan ben ik wel blij. Dus, dan gaan we deze zien door te trekken tot... Even kijken. Oké. Nu de aarde weer al draaien, dan komt dat perfect dat je het ziet. Hup. Nieuwe attractie beschikbaar, de Reuzenrad. Joepie, dan gaan we dat zelfs ook nog eens bouwen. Hè. Maar eerst gaan we deze even testen. Testen zeg ik. Ja. We kunnen er jammer genoeg niet mee in, omdat ik de Rollercoaster Tycoon 1 Classics aan het spelen ben. En hier kun je alles volgen, momenteel tegen 0,5 per uur. Zijn we bezig al. We blijven even een kwartiertje. Ga ik gewoon gamen. En dan komt er gewoon een deel uit natuurlijk. Voilà, deze is getest. En dan is alles rond. Voilà, ik heb hier een ding. En er zitten al een bezoekersaantal van 132 mensen. 132. Oei, oei, oei. Het begint te regenen. Dat is niet goed. Dat is nooit goed. We gaan de Driftwood gaan we 6 weken promoten. Dat is 400 euro. Kaching. Voilà, dat komt daar redelijk veel volk op af. Dan moet ik nog zien dat ik nog personeelsleden aanwerf. Voor mijn parkoetjes rond te houden. Dat is 50 euro per maand. Dat is nu te veel. Ik ga ook 2 gewone werknemers al aannemen, 80 euro per maand. Dan bewakers, bewerkingsagenten, ik weet het toch. Voilà. Ik was heel goed bezig met het onweer regenen. Momenteel bezoekersaantal 153, dus we moeten er nog 100 hebben. Nog iets meer dan 100, dan hebben we ons doel bereikt van deze pretpark. Oh ja, juist. De Reuzenrad is er ook nog bij komen, die kunnen we al hier zo gaan plaatsen. Hier achterin. Uit. Als ik hier klaar ben, dan stopt ook de uitzending. Voilà. Voilà. En deze ga ik nog open gooien. Voilà. En dat is al een tweede attractie. Dan ga ik ook nog zo op één ding bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk de wc. Want die is nu toch wel redelijk ver verwijderd al van de andere wc. En ik moet een lening aangaan. Dat meen ze toch niet. Moet ik echt een lening gaan aangaan? Nee, ja, ik moet een lening aangaan. Voilà. Mijn tweede toilet is officieel geopend.
Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En blijf dan op de hoogte van alle episodes van Rollercoaster Tycoon Classics. Dat is de nieuwste Rollercoaster Tycoon. Wil je mij ook helpen met de volledige Planet Coaster te kopen? Mogen jullie dat ook altijd gerust doen. En dan wil ik ook wel reviews geven. Dus, be like it. Be subscribe it. Dus ik zou zeggen, geniet er nog maar van de volgende episodes wat er nog op zit aan te komen. Ik zie jullie allemaal later terug en we zitten bijna aan onze doel 209, 210. Waar veroordelingen zal 709. Dat zal ik doen. 797. Gaan we het nog snel behalen? Of gaan we wachten tot morgen? Ja, we gaan wachten tot de volgende. Allee, ik ga het even opslaan. Als ik nog weet hoe dat moet. Ja, opslaan. Kijko TV afleveringen doelen. Ja, aflevering. Cycle TV, park 1. Dank u. Enter. Dan opslaan. Voilà. Dus opgeslagen, dames en heren. Ik zie jullie de volgende keer terug. Ciao.